Hallo allemaal, mijn naam is Jack Segeers van Progress Performance Center en leuk dat je kijkt naar een CoronaFit circuit training. Wat we gaan doen is we gaan verschillende oefeningen doen, 8 oefeningen, 45 seconden werken, 15 seconden rust, dan draai je door. Heb je dat allemaal gedaan, heb je even een serie pauze en dat herhaal je sowieso 3 keer. Je kan een timer instellen op je telefoon, Tabata app kan je downloaden. Dus, dat is wat we gaan doen. We hebben 8 oefeningen. Oefening 1 is de push-up, daarna doen we een superman. Gevolgd door een squat, een sit-up, een dip, een bird dog, een lunge en een plank. Ik ga even één voor één de oefeningen bij langs. Dus, succes! Oké, oefening 1 van het circuit is een push-up. Wat je doet, je plaatst je handen net iets breder dan schouderbreedte op je tenen, gecontroleerd zakken en omhoog. Lukt dit niet, kan je naar je knieën zakken en omhoog. 45 seconden werken, 15 seconden rust. Heb je dat gedaan, ga je naar Superman. Plat op je buik liggen, armen, benen strekken, kom omhoog, kin ingetrokken houden, naar beneden, op en neer. Gevolgd door een squat, voeten iets breder dan schouderbreedte, diep doorzakken, als het lukt iets verder dan 90 graden, borst vooruit houden, achter elkaar door. Hebben we dat gedaan, doen we buikspieren, een sit-up, benen gebogen, kom omhoog, tik je enkels. Lukt het niet, kun je eventueel je benen uitstrekken, wordt die makkelijker of een crunch doen. Dan pak je alleen echt de buikspieren. Voor de volgende doen we een dip, triceps. Dat kan je prima bij een stoel doen. Handen op het bankje, benen gebogen, borst vooruit. Door je ellebogen zakken. Zo kan je hem wat moeilijker maken. Achter elkaar door. Daarna doen we een bird dog. Je hebt 2 varianten doen. Op je handen en knieën buik aanspannen, dan is het rechterarm linkerbeen en wissel. Je kan hem ook op je handen en tenen doen, dan wordt hij wat lastiger. Zorg dan wel dat je lichaam goed recht blijft. Lunches doen we om en om. Dus we doen stap naar voren, 1, wissel, andere been, 2, wissel, andere been, 3. Als laatste doen we de plank, op de onderarmen, tenen in de grond, billen aanspannen, ellebogen recht onder de schouders. En vasthouden. 45 per oefening, 15 seconden rust. Ben je klaar? Draai je door. 8 oefeningen, serie pauze, 2 minuten, 3 rondes. Ik zeg succes en tot de volgende.